De start. En Wagenaar die goed begint. Oké, Mervin Klaassen die altijd door naar de eerste bocht. Gaat pas. Hier raakt de bal. En dan is het rood. Die aan de leiding. En Malskroon. En helemaal buitenom. Patrick Kleijs. Dat zit dan op P7. En die gaat dwars zomaar op het rechte eind. Oh. Ja, zo hard is die baan. Die is zomaar op het rechte eind. Dus niet kwijt. Volgende 33 van Jan Hendricks. Was hij dan de uitstapper? Vooraf nog een titelkandidaat, maar dat kan hij ook in zijn buik schrijven vandaag. Er zijn er anderen die met de volle bak kunnen gaan. Dan was er al overbal. Hoppa, Wieltje. Op hoog. Die duikelt dus weg in de top van het klassement. Bas Kroon achterin weer aansluiten. Dan ook weg uit de top 5, Pieter Molenaar. De verraderlijke bocht in de loping. Rotink. Oh, daar gaat er weer een eind los. Op het rechte eind. Los als koploper Klaassen komt er in de laatste ronde niet meer bij. De finish voor Rijksse Bruinsma.